Dit is Joni. Hij ligt op de intensive care bij te komen van een zware hersenoperatie. Door een tumor dronk Joni te veel water en moest hij alsmaar plassen. En nu die tumor weg is, en samen in combinatie met de medicijnen die hij nu krijgt, zou dat af moeten nemen. Deze intensive care voor huisdieren hoort bij de kliniek voor gezelschapsdieren van de faculteit diergeneeskunde. Om het 100-jarig bestaan te vieren wordt vandaag dit boek gepresenteerd. De belangrijkste ontwikkelingen van de laatste 25 jaar staan erin. Tegenwoordig is het zo dat de gezelschapsdieren de belangrijkste tak is in de diergeneeskunde. Als we kijken naar de dierenarts als vrije beroepsbeoefenaar, dan wordt met gezelschapsdieren het meeste inkomen verdiend. Terwijl vroeger de nadruk van dierenartsen meer op landbouwdieren lag. Maar tegenwoordig hebben veel mensen thuis een hond of een kat rondlopen. De positie van het gezelschapsdier in het gezin is veel belangrijker geworden. En daardoor de vraag naar een kwalitatief goede zorg voor deze gezelschapsdieren, die dus als volwaardige gezinsleden eigenlijk worden beschouwd. Gelukkig gaat het met Joni erg goed. Waarschijnlijk mag hij vandaag naar huis.